Dom. Echt dom. En dat ze werk moeten gaan zoeken, ja. Achterlijk, ja. Nieuws. Het is Extinction Rebellion. Zo waar toch gelukt om een niet-irritante actie te bedenken, waarvan wij bij Pwned ook nog eens groot fans zijn. Namelijk een demonstratie tegen dierenmishandeling. Haat en liefde, het is een dunne lijn. Maar wat ons betreft is er een liefdesbaby geboren. Hey, doe eens normaal. In de krant altijd een bijzonder grote bek. Zichzelf aan het verzetten. Mevrouw, u bent helemaal naakt. Vandaag is alles anders. Tenminste, dat hopen we. Wat, ik? Meeuwen, ik zit in mijn rol. Oh, je bent een meeuw. Ja. Waarom jullie hier vandaag zijn? Omdat het havenbedrijf van Rotterdam niet goed omgaat met biodiversiteit. En dan in specifiek de zilvermeeuw en de kleine mantelmeeuw, ook de vos en het konijn. Ja, wat doen ze dan? De beesten afslachten. Ik kan wel iedereen wegjagen omdat je weer een gebouw wil neerzetten, maar we hebben de dieren ook nodig. Vossen, dat zijn inderdaad prachtige wezens, die zitten er al heel lang. Konijnen, idendito. Maar meeuwen. Er zijn zoveel meeuwen en ze zijn zo irritant. Ik had er wel een onsje minder. Ik weet dat veel mensen een beetje meeuwen en minder imago vinden hebben. Deze coalitie, Extinction Rebellion, Pwned. Die vossen en konijnen gaan we beschermen en die meeuwen, daar kunnen we vanaf. Nee, eens? Nee, ik vind ook wel dat de meeuwen ook nog alsnog... In de politiek moet je concessies doen, meneer. Ja, daar ga ik helaas niet over. Dat is groter dan de actie van vandaag nu, denk ik. Want verliefd zijn is veel leuker en makkelijker dan. We waren veel te jong toen en wisten niet van houden van. Krijg je hier betaald voor? Nee. Helpt dit wel, denk je? Of... Garanties kunnen wij helaas onszelf ook niet toewijzen, maar in ieder geval, het gaat... mensen zien dit wel. Ze gaan een keer niet op de weg zitten, dus... Ben je van die gasten die op de weg gaan zitten? Dom. Echt dom. En dat ze werk moeten gaan zoeken, ja. Ik zie het niet nuttig. Je moet omrijden, dan stoot je toch meer uit. Het is toch achterlijk, ja. Maar nu zijn we al ouder en wijzer bovendien. En hebben al wat meer van de wereld kunnen. En jullie verslag geven, wat goed is, want als er aandacht komt voor dit is ook goed. Laat de mensen er maar over praten. Abel wil graag een knuffel, die ga ik hem geven. Ben jij het ook zo zat, diezelfde meuk en diezelfde BN'ers die maar niet van je beeldscherm af te krijgen zijn? Abonneer je dan hier voor een ander geluid.